Tatties, welkom bij een nieuwe unboxing video. En ging in één keer goed. Dikke waan houden. Ik ben Sergio. Ik ben René. En we hebben een pakketje binnen. Kleintje maar. Een klein pakketje binnen. Een klein groot pakketje van hoe heet het? Jezus, wat is die lens vies. Zo, daar liggen we weer. Lekker op de bank. We hebben dus gisteren een leuke takken besteld voor de kinderkamer. En nu zijn we heel erg ongeduldig. Want we willen eigenlijk dat die nu binnen zijn. Maar dat is niet. Nee. En nu zitten we dus eventjes te wachten tot de pasta klaar is. Dan gaan we lekker eten. Maar ik voel me toch op een tijdje beroerd. Ja, het is niet aan me te zien, ik weet het. Maar ja, ik voel me echt wel. Mr. Snotty. Echt niet tof. Dan ben ik helemaal beter. Oh man. Maar ja, dan moeten we dus nog die takken ophangen. Ik dacht gewoon dat de rest ook komt. De rest moet binnenkomen inderdaad. Het duurt allemaal ontzettend lang, hè. Maar ja, we hebben wel hele leuke dingen besteld. Dus dan is het op zich wel belonend als het uiteindelijk echt binnenkomt. Maakt het wel extra spannend om te wachten. Dan vind je natuurlijk helemaal een kut antwoord. Nou, die piepen we wel weg, maar... Ja, maar we wachten al anderhalve maand op die. Ja, we hebben ze ook gezegd, 6 tot 8 weken of zo. Nee, 4 tot 6 weken. En dan moet ik de deuren nog schilderen. En de buitendeur eigenlijk, hè? Ja, dat wil ik heel veel. Ja. Dus dat. Het ledige verf haal daarvoor. En mijn vader uitnodigen. Want René mag natuurlijk niet schilderen omdat ze zwanger is. Wordt in ieder geval afgeraden. Dus dan moet ik dat eventjes samen met mijn vader doen. Oké. Okay. Waarom dan? Ik heb je toch ook alleen gedaan? Ik ga mijn neus snuiten. Ja. Zal ik het even filmen, Poppy? Nou, dat mag, maar dat... Ik denk niet dat dat nou zo interessant is om te zien. Oh man. Snotty. Nee, maar weet ik. Maar het is gewoon fijn om dat met z'n tweeën te doen. Dan kan er eentje kan alles afplakken. En dan kan de andere schuren. En dan kan de andere schoonmaken. En dan kunnen we samen gaan schilderen. Dan is het gelijk in één middag is alles gedaan. Ja, dat is waar. Ik heb honger. Ik heb ook honger. We hebben kip met ketchup en met pasta met quinoa. Nou, ik weet het ook niet. Waarom is hij zo donker? Zo is beter, hè? Ja. Nou, ik stad en land afgezocht in huis naar mijn Penchak pak. En iedereen denkt, Penchak. Wat is Penchak? Ah ja! Ah ja! Nou, dat dus. Penchak Silat is Oosterse vechtkunst. En ik had daar een pak voor, maar die ben ik dus kwijt. Nou, ik kan niet helemaal, zo'n pak ga je niet lopen natuurlijk. Dus nog eventjes zoeken. Het is nu maandagavond. René is bezig met de volgende vlog. Maar we bedachten ons ineens, wat kunnen we vanavond gaan doen? En we gaan mijn moeder eventjes verblijden met een verrassingsbezoekje.
Dus wij gaan nu naar Tilburg rijden. De navigatie die gaf al aan dat we er 2 uur over gaan doen. Het is toch niet te doen, het is gewoon... ja, dus dat. We gaan lekker rijden. Vergeten we de dingetjes niet. Ik heb rappies gemaakt voor in de auto. Baby! Let's go! Let's go! Zo. 2 uur verder. Fucking hell. Piep, piepen de piep. Oh ja, mijn telefoon is vast, baby. Ruim 2 uur verder. Ongelukken, files. Heeft die appje al gelezen? Weet ik veel wat. Huh? Heeft die appje al gelezen? Weet ik eigenlijk niet. Ik heb zo'n appje gestuurd, inderdaad. Zo te zien wel. Maar we zijn er. Kijk eens. Wat mooie Brabant. Oma is blij. Wat leuk. Dat vind ik nou zo leuk. Niet in bed? Nee, nee. Ik had net gegeten. Hé, hey, jongen. Leuk. Wat is nou zo'n verrassing? Ja. Oh, die man. Ja, is toch leuk. Lucas, hé. Hey. Hoe gezellig. Oi. Hoi. Oh, kijk eens een ribbetje. Ribbetje, ja. Hoe is het met mijn klaar zo? Smakelijk. Hallo. Hij kent straks mijn stem, hè? Ja. Hey. Salaris. Ik stond het salaris. Oh, hij is goed gegroeid, zeg. Ja. Oeh. René moet het allemaal maar goed vinden dat iedereen aan de bank zit. Ja hoor. Iedereen. Oh, hij is echt. Kom tot hierboven al, hè? Maar ja, 21 ja. Weken geweest. Ja, nou, hè? We zijn al over de helft, hè? Leuk. Zo, we gaan maar eens even een bakje koffie doen, denk ik. Zo, hè? Goed plan. Heb je hem al gevoeld, moeders? Ja, net. Een beetje. Heel zachtjes. Hij is goed actief, hè? Echt actief. We gaan hem nou weer even wakker maken, want... Maar dan moet hij slapen, want anders blijft hij altijd wakker rond dit tijdstip, zeggen ze. Ja. Ja, ik heb hem net voor de allereerste keer gevoeld. Ja. Echt zo bijzonder. Huh? Ja, hij was echt hard, hè? Ja. Ik voel hem. Ja? Ja. Ja, hier. Zo gek, hè? Ik voel hem. Voel jij hem niet? Ja, een beetje zo bewegen, ja, denk ik. Ja. Golvend. Ja, we hebben zijn ruimte wat kleiner gemaakt. Ja, oké. Okay, maar helemaal geen ruimte meer. Zielig. Zo, je blijft aan die kant. Kijk, duw daar en ik hier. Ik zit met mijn... Ja, het is echt zo onbeschrijfelijk gewoon. Het klinkt zo cliché, maar het is echt het mooiste wat je... Echt? Dat is heel onwerkelijk. Er zit gewoon een wezen in mij. Een wezen ook gewoon, het is gewoon een baby. Ja, dat is toch. Een alien. Een wezen. Nou. Ja, hier zit hij hoor. Hij zit hier. Ja, hij zit nu rechts. Want ik voel hem echt zo. Ja, ik voelde hem net ook rechts, maar dan een beetje aan de bovenkant. Hij deed echt zo. Maar ja, jij bent hier aan het duwen en ik ben daar aan het duwen. Dus hij nog zo'n klein beetje ruimte. Nou, zeg maar dag tegen oma. Doei!